Met jou praat ik niet meer. Waarom niet? Nee. Hoezo praat je niet meer met mij? Met jou praat. Jij hebt mij echt zeer gedaan, Jelt. Ach, stel je niet aan. Ik heb, weet je wat er gebeurt? Nee, maar weet wacht. Weet je wat hij nee, heeft maar, gedaan? Vertel mag alles. Weet jij wat... Nee, laat mij het vertellen. Nee, je moet altijd degene die gekwetst eerst uithoren. Nee, dat ben jij niet in deze. Ik denk Arjen... Frank? Nee, precies. Nee, ik wil hij is gaan bowlen zonder mij dit weekend. Ah! Ja. Kolonisatie? Alioli. Kort, maar ik heb heel kort. Secretresse. Secretresse. Bij hem is het sikke, als in Engels zieke, tressen. Waarvan wist jij nooit dat er speciaal een woord voor was? Nou, mijn beste vriend Tom die had me wat uitgelegd. En dat je namelijk een hele speciaal kan masturberen. Namelijk met mes en vork. Wat? Wat? En dat heet onaneren. Wacht even, ik ben gewoon compleet kwijt. Ik wil even. Nog één keer. Onaneren heet dat. Ja, maar wat is onaneren? Masturberen met mes en vork. Wat is masturberen met mes en vork? Is het echt ding? Nee, toch? Ja. Dat is gewoon. Nee, joh. Is een grapje. Ja, joh. Nee, zeg een grapje. Heb jij het wel eens gedaan? Nee, heb jij gekeken? Dat doet veel zo pijn. Ja, toch op! Je bedenkt het, man. Het internet is een hele... Zit ons niet voor de gek te houden. Nee, ik ben niet aan het gek aan houden. Ja, maar ik ga het ook niet googlen. Nee, dat probeer je gewoon, hè. Smeerkees. Half Nederland gaat... Ja, okay. Is het waar? Ja, we zitten te googlen. Oh, je hebt gewoon helemaal gelijk. Nee, maar dan zou ik geen steekmes pakken. Nee, dat zeker niet. Dankjewel. Dit is precies wat we zoeken. Ja. Klopt wel. Hey Miljuska, we hebben een spelletje bedacht. Een spelletje? We hebben een spelletje bedacht. Doe je ogen dicht, het is kerstavond. Je had eigenlijk gepland om helemaal alleen thuis te zijn. Maar opeens gaat de deurbel, je schoonfamilie staat daar. Je doet de koelkast open en je ziet in de koelkast... zie je aardappels, broccoli en kip. En nu krijg jij 1 minuut om daar wat van te maken. Oké, ik zou een superlekkere curry mee kunnen maken. Een soort massaman-achtige curry met aardappels erin en kip. En die broccoli natuurlijk ook op het laatste toevoegen. Dan zou je ook kunnen zeggen dat je de kip op een rooster legt... boven je aardappels, zodat ze lekker bakken, krokant bakken... en dat het vet op je aardappels terechtkomt. Mega. En dan wil je aardappels van tevoren ook even koken en pletten, zodat ze extra veel knapperigheid hebben. Die broccoli, die ga je ook op het laatst in de oven doen en pletten. En dan ze goed knapperig bakken in plaats van dat ze zo sompig eruit komen. En als laatste gaan we voor, denk ik, een, oh god, een soort gratinschotel met daarin de kip verwerkt en de broccoli stelen. En daarna en daardoorheen rasp je de broccoli als een soort rijst. Ik ben verliefd. Je hebt nog 10 seconden. Oh, toetje. Het wordt wel moeilijk dan. Maar het hangt vanaf wat er in je vriezer ligt. Goed. Ik vind hem goed hoor. Ik vind hem helemaal goed. Miljuska, wie is er dan?